En we gaan door met het nieuws uit Flevoland. Goedemiddag, het zoutgehalte in het water in onze provincie neemt langzaam toe. Uit een rapport van het waterschap blijkt dat er de komende jaren maatregelen genomen moeten worden om deze verzilting tegen te gaan. Want anders krijgen agrariërs er te veel last van als ze hun land willen beregenen met water uit de omliggende sloten en kanalen. Rob de Haar is boer in Lelystad en hij legt uit wat het probleem is. Ja, als het droog wordt, dan valt er dus geen neerslag meer van boven. En dan ga je juist het water wat in het kanaal zit gebruiken om te beregenen. En dan spoelt het dus niet meer schoon. En dan komt eigenlijk dat zoute water van onder, dat kwelt eigenlijk, dat mengt zich met het grondwater en met het oppervlaktewater. En dan neemt dat zoutgehalte toe. En dat is dus heel slecht voor de plantjes. Want ja, als je te veel zout inneemt, dat hebben wij ook, en een plantje heeft dat ook, dan wil je eigenlijk water geven om het plantje te redden vanwege de droogte. Maar dan eigenlijk gaat hij dan haast dood door te hoge zoutgehalte. En hoe erg is die verzilting op dit moment? Nou, het is nu niet een dusdanig probleem nog dat we geen inkomsten meer hebben of dat soort zaken. Maar je ziet het wel verslechteren. Dus je ziet er gewoon de waterkwaliteit langzaamaan verslechteren. En dat is wel echt een heel belangrijk aandachtspunt voor om een goede landbouw te kunnen houden in Flevoland. Wat moet het waterschap doen om dat probleem op te lossen? Ja, er zijn best wel oplossingen die je als boer kunt doen door bijvoorbeeld niet meer met zo'n sproeier boven de grond te sproeien. Want dan ben je heel veel water aan het verdampen. Dat is eigenlijk relatief inefficiënt. Er worden op dit moment best wel veel technieken ontwikkeld om met druppelslangetjes te werken. Dus drupirrigatie. Dan ben je eigenlijk heel weinig water nodig, want dat water vloeit meteen de grond in. Alleen dat is dan weer heel erg duur om aan te leggen. Het watersysteem, dus die vraag van jou van wat kan het waterschap doen. Het watersysteem in Flevoland, we staan hier nou ook bij een tocht heet dat. Die voert hier het water af van de sloten richting het kanaal. En die is, dat is net als een ader, hij stroomt maar één kant op. Dus hij is gemaakt om water af te voeren. Dat is nu de discussie ook in heel Nederland. Het watersysteem moet meer water vast kunnen houden. Nou, dat kunnen we dus eigenlijk niet. Het voert in natte periodes vooral water af. En omdat het dus doodlopend is, dus je hebt allemaal doodlopende takken, die tochten. En dan kun je dus ook in een droogperiode kunnen we wel water uit het IJsselmeer binnenlaten. Maar zo'n tocht, die loopt dus dood. En daar kwelt dat zout enorm op. Dus je moet eigenlijk zorgen dat die aders verbonden zijn. En dat is eigenlijk de mening van de boeren. En zoals je hier staat, achter mij stopt dan die tocht. En achter de Lasse Ringweg begint de volgende tocht. En die adert de andere kant op. Als je die nou koppelt aan elkaar, dan kun je het water laten spoelen. Dus als je dan zoet water inlaat uit het IJsselmeer, via de hoge vaart of lage vaart, en je laat dat ook door die tochten lopen, dan is onze waterkwaliteit wel veel beter, verwachten wij als boeren hier. Dus dat zou echt iets zijn wat het waterschap zou moeten doen, die tochten met elkaar verbinden? Ja, dat is een beetje onze insteek en we hopen daarmee in gesprek te komen met het waterschap. En de komende tijd gaan LTO Nederland en het waterschap praten over mogelijke oplossingen.